Een team vond deze baby vastgebonden aan een rots en niemand wist hoe ze daar gekomen was. De baby zag er uitgeput en ontredderd uit. Wie zou dit een kind aandoen? En wanneer een man van het team naar voren stapt om het kind aan te raken, schreeuwde iemand plotseling: "Het is verboden, doe dat niet." Deze man luisterde niet en raakte het meisje toch aan. Wat er daarna gebeurde is ongelooflijk. Terwijl sommige ouders hun kinderen basisbehoeften als onderdak, goede verzorging en voedsel kunnen geven, kunnen sommigen dat niet. Jammer genoeg vallen de ouders in dit verhaal, Sarta en Kalara, in deze tweede categorie. Toen dit koppel elkaar ontmoette, was het liefde op het eerste gezicht. In die tijd werkte Kalara als chauffeur voor een rijke man. En hoewel hij maar weinig verdiende, was het genoeg om een gezin te onderhouden. Dus, na een paar maanden verkering, vroeg Kalara Sarta ten huwelijk en ze hielden een kleine huwelijksceremonie. Kort nadat ze getrouwd waren, kregen ze hun eerste kind. Helaas werd Kalara, een paar maanden na de geboorte van de jongen, vals beschuldigd van stelen van zijn baas en hij werd ontslagen. Zijn collega's waren jaloers omdat hij de favoriet van zijn baas was, dus verstopten ze de dure halskettingen van de baas in zijn tas. De smeekbeden en verklaring van Kalara vielen in dovemans oren. Het nieuws verspreidde zich, zodat niemand in de buurt bereid was Kalara in dienst te nemen. De volgende maanden was Kalara werkeloos en het koppel moest hun eigendommen verkopen om te kunnen overleven. Een jaar later kreeg Kalara een baan als bouwvakker. Hij kreeg slechts 3 euro. Je vraagt je misschien af wat je met 3 euro kan doen. Wel, in sommige delen van de wereld verdienen mensen zelfs dat niet op een dag. Telkens als Kalara uit werken ging, zorgde Sarta thuis voor een kind. Maar al gauw kwamen ze in de problemen en waren ze genoodzaakt een wanhopige stap te zetten. 2 jaar later kregen Sarta en Kalara nog een kind, Shivani. En het was dit meisje dat uiteindelijk aan een rots vastgebonden zou worden. Maar wat leidde tot deze situatie? Wie bond het meisje precies aan een rots? Wel, dat deden haar ouders en je staat op het punt te vernemen waarom. Na de geboorte van Shivani raakte haar familie financieel in nood. Kalara liep een beenblessure op en kon niet efficiënt werken, zodat zijn loon werd verlaagd. Op een avond riep Kalara zijn vrouw in de kamer en zei tegen haar: "Ik weet dat ik beloofd heb altijd voor jou en onze kinderen te zorgen, maar met onze huidige situatie zijn we misschien wel gedwongen om binnenkort de straat op te gaan en te gaan bedelen. Wil je alsjeblieft bij me komen werken op de bouwplaats, zodat we meer geld kunnen verdienen?" Sarta begreep de benarde situatie van haar man en ze stemde zonder bezwaar toe. Er zijn ongeveer 40 miljoen bouwvakkers in India en minstens 1 op de 5 is een vrouw. Sarta wist dus dat ze op de bouwplaats andere vrouwen zou tegenkomen. Vandaar dat ze zich niet misplaatst zou voelen. De volgende ochtend stond het gezin vroeg op en ging met de kinderen naar de bouwplaats. Op de bouwplaats zijn de mannen en vrouwen vaak zo druk op het werk bezig dat ze niet op de kinderen kunnen passen. Die kinderen brengen dan hun tijd door met rondzwerven en spelen allerlei gevaarlijke spelletjes, wat vaak tot verwondingen en soms tot de dood leidt. Sarta wilde niet dat haar kinderen zo'n lot zou overkomen en daarom bedacht ze al snel een strategie die haar het beste voor haar kind leek. Op de eerste werkdag van Sarta gaf ze haar oudste kind wat te eten en liet hem op een veilige plek achter bij zijn zusje, dat toen 15 maanden oud was. "Ga alsjeblieft niet van deze plek weg en hou je zusje in de gaten. Ik zal zo vaak als ik kan bij je komen kijken," zei Sarta. Na een tijdje gewerkt hebben, ontdekte Sarta dat de oudere werksters gemene mensen waren dat ze haar geen pauze wilden geven. De enige pauze was tegen 16 uur en die duurde maar 5 minuten. Zelfs toen Sarta hen vertelde dat ze voor haar kinderen moest zorgen, zeiden ze dat ze moest kiezen tussen haar werk en haar kinderen. Rond 16 uur haastte Sarta zich terug naar de plek waar ze haar kinderen had achtergelaten en wat ze zag was hartverscheurend. Haar 3 jaar oude zoon was met de andere kinderen gaan spelen en Shivani was helemaal alleen. Wat als de baby naar een gevaarlijke plek was gekropen? Wat als ze iets giftigs van de vloer had geplukt en opgegeten? Het hart van Sarta deed pijn, terwijl verschillende scenario's van wat er mis had kunnen gaan door haar hoofd spookten. Die avond, toen Sarta en haar man thuis kwamen, vertelden ze hem over het voorval en ze besloten dat het beter was om te zorgen dat Shivani zich niet meer kon bewegen. Dus toen ze de volgende dag op de plek aankwamen, bonden Sarta en haar man het been van Shivani aan een rots vast. Daarna gaven ze haar voldoende te eten en gingen verder met hun werk. Toen ze tegen 16 uur terugkwamen, waren ze blij haar precies te vinden waar ze haar achtergelaten hadden. Zo bleven ze dit doen. Elke ochtend bonden ze het kleine meisje aan een rots vast en gingen over tot hun plicht. Iedereen op het terrein was eraan gewend Shivani aan een rots vastgebonden te zien en ze wisten dat haar ouders het deden om haar te beschermen. Dus maakte niemand haar los. Haar ouders zeiden ook tegen iedereen dat ze niet in haar buurt mochten komen.
Maar goed, op een dag gebeurde er iets onverwachts. Enkele journalisten kwamen op een rondreis naar de Indiase gemeenschap om informatie te verzamelen voor een project. Het was tijdens dit evenement dat ze Shivani tegen het lijf liepen. Die dag gingen de journalisten op pad om bouwvakkers te interviewen. Na een paar uur gewerkt te hebben namen ze een pauze. Ze gingen in groepjes van 2 en 3 naar buiten. Sommigen gingen eten halen, terwijl anderen een wandelingetje maakten. Juist toen zag een van hen Shivani op de plek waar haar ouders haar hadden achtergelaten. Ze waren zo geschokt een baby te zien die aan een rots vastgebonden was. Wie had het meisje vastgebonden en wat was de reden van die persoon? Vroegen de journalisten zich af. Er waren geen plaatselijke bewoners in de buurt, dus de journalisten hadden niemand om hun vragen te beantwoorden. Juist toen liep een van de journalisten, een man van in de 30, op Shivani af. Hij was een paar stappen van haar verwijderd toen een plaatselijke bewoner plotseling naar voren kwam en riep: "Het is verboden, raak haar niet aan." De plaatselijke bewoner legde uit dat de ouders van Shivani haar zo hadden achtergelaten om haar te beschermen. Maar de man begreep niet wat de Indiase man zei. Hij was bezorgd over de veiligheid van het meisje. Hij kon zien dat de baby pijn had. Ze zag er erg uitgeput en ongemakkelijk uit. Hij luisterde dus niet. Hij liep naar Shivani toe en maakte haar los. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en in een mum van tijd verzamelde zich een menigte rond Shivani en de journalisten. Sarta en haar man hoorden het ook en haasten zich naar de plek. De journalisten vroegen de ouders waarom ze het meisje aan de rots vastbonden en tegen de tijd dat Sarta en haar man klaar waren met hun uitleg, waren de journalisten in tranen. "Ik bind haar vast zodat ze niet de weg opgaat. Mijn jongste zoon is 3,5, dus hij is niet in staat haar in bedwang te houden. Er is hier veel verkeer en ik heb geen keus. Ik doe dit voor haar veiligheid," zei Clara. "We trekken veel van stad naar stad. We hebben geen tijd om te rusten. Soms werken we 's nachts. We weten dat het niet juist is om ons kind vast te binden, maar we hebben geen andere oplossing. Ons werk laat ons geen ruimte om onze kinderen in de gaten te houden. Het vereist concentratie en ijver en elk klein foutje kan leiden tot ons ontslag. Een vriendin van me nam vrij af om haar baby borstvoeding te geven. En toen de manager dat vernam, ontsloeg hij haar op staande voet. Ze zeggen ons altijd dat het of ons werk is of onze baby," verklaarde Sarta. Ze vertelde de journalisten ook dat ze geen geld hadden om een kindermeisje in te huren en het zich ook niet konden veroorloven hun kinderen naar een kinderopvang te brengen. Toen Prabhat Jha van Save the Children India van dit verhaal hoorde, zei ze: "Kinderopvang is moeilijk te vinden en duur in India. Er zouden zulke voorzieningen moeten komen, het zij van de overheid, het zij van de bouwbedrijven. Er moet een veilige plek zijn voor deze kinderen. Ze lopen echt gevaar gewond te raken." De journalisten gaven het koppel wat geld en zeiden dat ze even pauze moesten nemen van hun werk. Het persbureau publiceerde het verhaal van Shivani en velen waren ontroerd door wat het meisje doormaakte. Ze boden de familie hulp en schonken geld en verschillende levensmiddelen. Een rijke man hoorde ook van het verhaal en hij nam Kalara in dienst als zijn chauffeur. De rijke man betaalde hem 3 maal zoveel als zijn vroegere baas hem betaalde. Sarta kreeg ook een baan in een kinderopvang, zodat ze haar tijd kon besteden aan het verzorgen van kinderen. "Ze is een heel goede en toegewijde moeder. Al mijn kinderen houden van haar en ze zorgt goed voor hen," zei haar moeder. "Ik ben blij dat dit gezin wat hulp kreeg. Ik hoop dat je van dit verhaal genoten hebt. Laat me weten wat je ervan vindt in de comments."